Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Hello Neighbor aflevering, oftewel Hallo Buurman. Ik ben Melvin, wij zijn er inderdaad terug en laat ik eerst maar even zeggen dat het me zeer erg spijt dat ik de laatste tijd zo weinig upload. Ik moet echt even verandering brengen aan mijn eigen kanaal en ik geef binnenkort er een update over. Maar we gaan nu eerst gewoon lekker opnemen, lekker spelletjes spelen, want dat vind ik nog steeds onwijs leuk. En jullie hebben deze allereerste afleveringen van trouwens echt fucking goed ontvangen, holy damn. En daarbij ook echt fucking veel tips achtergelaten hoe ik nou Alpha 1 kan overleven. Dus dat gaan we doen. Het is weer helemaal gereset, dus we moeten eigenlijk maar weer even van begins af aan wat we eerst deden gaan doen. En dat is dan hier het stroompje uit en aan en dan ga ik proberen eerst te fixen. Dat wij die drie wat was het ook weer? De planken voor die deur weghalen. Ja, dat is het. Dus we gaan even kijken of dat lukt. Ik vind het wel heel spannend weer. Ik vind het een best origineel spel ook. Oké, nee. Dat klinkt zo dichtbij. Of is het boven? Ik hoop voor hem dat hij boven... No! Nee! Nee! Oh, zo god, wat doe jij daar? Man, hoe heb ik nou de eerste aflevering zo goed gedaan? Jongens. Wat is dit nou weer? Die vent die heeft opeens dikke muziek bovenaan staan of zo. Kom op zeg. Ik doe ook maar weer de stroom uit. Oké, bukken en lopen. Dit is de beste tactiek. En oh ja, natuurlijk moeten we deze eens pakken. Kiek, de hamer. De hamer, zet je in de onderste la? Ja, daar hebben we hem hoor. Deze hebben we nodig om die pla... Nee! Doe normaal! Kan ik dat? Wat gebeurt hier? Waarom is die muziek zo spannend? Ik zag hem hier lopen. Oké, snel weg hier. Snel weg hier, rot op. Snel weg hier. Hij heeft me niet gezien, toch? Ah, daar is hij wel! Oh mijn god. Als het goed is de voordeur open. Oké, laten we even snel dit doen. Hup. Nee! Nee, daar komt die buurman! Ik doe... Oké, daar zijn we voor de derde keer. Fucking hell, ik kan me dus echt niet herinneren dat het vorige keer zo moeilijk was. Was dat vorige keer zo moeilijk? Nou, voor mij is hij nu boven, dus kunnen we nu dit snel doen. Dit moet eerst. Hupsakee, speakers eruit. Kom op, dat is plank 1. En dit is plank 2. Oké, want dat zijn de dingen die hij opslaat, dat ik dat allemaal doe. Maar hij heeft bijvoorbeeld nu voor mij niet opgeslagen dat hij boven nu de vloer normaal is. Nee, zie? Een vloer met water? Wat de... Oké, dat betekent namelijk dat ik die kachel moet fixen. Dat hebben jullie mij allemaal duidelijk verteld in de reacties. En oh, daar hebben we die kutpaspoppen weer. Die poppen zijn zo naar. En wat? Kan ik die stoel... Ja, oké. Hij pakt ook gewoon die hele stoel op. Zo van, yo, kutstoel hebben we niet nodig. Maar nu vraag ik me wel af of wat dit ding zo... Wacht, dit ga ik proberen. Kijk, werkt dat? Oh, vraag me af of dat moet. Maar het ziet er nou uit dat het zo moet. En we moeten hier voor mij ook nog iets doen. Gok ik op. Ja, maakt niet uit. We gaan eerst hier weg. Als ik die stoelen allemaal trouwens even weg kan krijgen. En die deur open. Nee, oké. Godsamme. Waarom heeft mijn buurman zo raar huis? Ik begrijp ook wel waarom ik hier... Ik zou hier ook wel willen inbreken als ik eerlijk ben. Gewoon kijken hoe de fuck hij dit allemaal heeft ingericht. Wat is toch raar, man. Kom op. Al helemaal dat je een fucking haai hebt op je... Hier. Zit hij hoor, meneer de haai. Wat sneu. Oh. Nee, ik vind het helemaal niet sneu. Ik vind haaien best wel epische dieren. Maar ze hebben wel Freek Vonke pakken gehakt hoor. Dus ja, nu weet ik ook niet. Freek Vonke, die is gewoon gebeten door een haai. Ik ben het ermee eens dat jij hier gewoon in zit. Want jij hebt gewoon Freek Vonk fucking hard pijn gedaan. Kut ding. In ieder geval, we zijn eindelijk terug bij waar we moeten wezen. En dat is hier. We moeten ervoor gaan zorgen dat wij ergens... Had jullie mij verteld? Ja, hier. Hier staat een rekenopgave en hier staan cijfers. En die moeten, als het goed... Wie gooit dat? Hier. Neem terug. En ik doe deze deur trouwens even netjes dicht. Zo. Dan weet hij niet dat ik hier bezig ben. Hoop ik. Maar we moeten dit oplossen. Oké, dat is 5. Hoe werkt dat? Kan ik die zo erop plakken? Hoe doe ik dat? 5. Hoe werkt dit? 5. Hoi! Wat? Doe normaal. 5. Nou, dan gaan we eens al verder. 7 min 5 is...
2. 3 plus 1. Nou, dat is 8. God, wat een moeilijke opgave, hoor. Poeh, zeg. Oké, 8. En 2 keer 3 is 6. En dan 9 min 6 is 3. Waar de fok ligt hier de 3? Ga je nou meen dat je serieus geen 3 hebt? Het is toch 3? Ligt hier een 1, een 8, een 2, een 5? Maar geen fucking 3. Wat is er niet? Wat is dan achter deze deur? Die deur is gewoon ook niet te openen. Buurman, wat doet u nu dan? Waarom doe je dat? En ik zweer dat ik geen 3 heb. Dus het is helemaal kut. Oké, laten we hier anders naartoe gaan. Ik moet sowieso deze bel daar weer beneden krijgen. Ik ga dat gewoon fixen, let op. Ik ben die fixende fixer. Oh, wat? Ik kan die poep oppakken. What the fuck? Oké, ik neem je gewoon mee. Ik neem je mee. Pop, of wat je ook maar bent. Ik neem je mee. Pop, oh, wat een vent. Papapiet. Nu is de vraag wat ik met die fucking pop moet doen. Oh, wacht. Ik had een reactie. Ik had de reactie gelezen en er stond eigenlijk... Nou, dit is... Kijk, dit ziet eruit... Ja, nee, ik begrijp hem. Zie, dit ziet eruit als een fucking docent. En nu kan dit gewoon zo, let op. Ja! Holy shit, ik ben fucking slim. Ook al heb ik het niet helemaal zelf verzonnen, maar... Hoe komen mensen achter zulke dingen, hè? Even logisch, even respect voor die... Puzzelende puzzelaren. Maar alsnog kan ik dit niet oplossen, want ik mis een fucking... Oh, de drie, deze had ik nodig. Oh, holy shit, ik heb een geweer. Ik heb fucking het geweer. Oh mijn god, ook al heb ik dit niet helemaal zelf bedacht. Ik vind het wel super awesome, maar nu wil ik ook gelijk even zeggen... Volgende aflevering hiervan, moet ik dan in Alpha 2 gaan of gelijk door naar Alpha 3? Dat mogen jullie bepalen en daarvoor ga ik ook even een poll aanmaken. Dus laat je stem daarin achter. En daarbij wil ik ook het helemaal zelf gaan proberen. Helemaal zelf. Oké, we kunnen deze hier nu opzetten als het goed is. Oh, dan wat is de bedoeling? Oké, gun, start en dan bang, bang. Bang, bang. What the fuck? Bang, bang, into the... Ik heb natuurlijk stroom nodig. Ik ben een achterlijke man. Poep, roep, roep. Ik moet fucking stroom gaan fixen. Oh, scheisse zooi. Nou, laten we omlopen. Want volgens mij heb ik hier de deur toegankelijk. Ik hoop het wel. Ik hoop het. Nee, ik heb die stoel er niet van weggehaald. Oh my god. Oh nee, de stroom zit natuurlijk ook hier. Kijk, stroom. Bam. Yes, nu hebben we stroom. En nu hoop ik dat we nu dat spelletje kunnen gaan spelen. Ik hoop het zo, hè. Ja! Oh! Klik eens. Of moet ik er eerst... Hoe werkt dit? Oh mijn god, het begint! Waar moet ik op schieten? Begin. Wat moet ik op schieten? Wat is dit? Dit spel werkt niet eens. Klik. Klik, doe het! Schiet erop. Ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Ik heb echt werkbaar geen idee. Oh! Oh, daar zijn ze! Daar zijn ze! Oh mijn god, oké, het begint. Het spel begint. Wat? Het werkte heel even. Heel even was er iets van beweging, maar ik was veel te laat. Ja! Ja, dat gebeurt iets. Ga dood. Ja! Ik... 1 punt. Ja, er gebeurt weer iets. Oké, hier, ga dood. Ja, kom op. Ja hoor! Ik heb twee punten. Twee punten, oké. Dus dan moet ik deze heel lang inhouden. Ik ga er niet zeggen dat ik het iedere keer opnieuw moet doen. Oh my god. Je bent serieus? Bedankt YouTube voor deze tip! Even kijk wat hier ligt. Er ligt hier gewoon een sleutel. Want waarschijnlijk... Staat dat bord verkeerd om of zo? Of staat die 3 al voor 300? Echt, ja, fuck dit hoor. Dit is zo achterlijk dom weer, hè. Jongens. Nou, ik heb het in ieder geval gehaald, want er stond gewoon 3 namelijk. Maar ja, ik dacht echt oprecht dat ik dat zo lang moest gaan doen. Maar gelukkig niet. In ieder geval denk ik dat deze sleutel jou hoor. Deze sleutel is hiervoor. Nou, dan gaan we hier doorheen en dan kan deze deur open. En dan zijn wij in een... What the fuck is dit? Ligt in ieder geval een zaklamp. Pak die zaklamp eens op. Zieke zaklamp is dit hoor. En... What the fuck? Een radio, een dingen. Dit ziet er niet leuk... Niet uit als een leuke camera, zeg ik het zelf.
Wat? Hier wil je toch niet leven? Oh, we zijn boven! Oh, nee toch! Maar wat is hier dan precies? We hebben hier een schilderij. Dan hebben we die deur, dan hebben we... Wat kan hier? Wat is hier? Wat is hier nou zo bijzonder aan? Laten we daar even over nadenken. Dat moeten we even denken. Er is iets wat in deze kamer moet gebeuren, maar ik weet niet wat... Dat ziet eruit als een muur die kapot kan. Hoe? Oh, wacht, de hamer! Ik heb geen hamer! Ik heb mijn hamer niet meer. Oké, we moeten dus nu serieus in het huis gaan zoeken naar een hamer. Oké, ik... Google! Wat ik wilde zeggen is dat ik een reactie heb gekopieerd met allemaal uitleg... en dat ik die op mijn tweede scherm heb gezet, maar waarvan ik nog niet alles heb gelezen. Dus dit is... Dit allemaal wat hier gebeurt heb ik allemaal gelezen, want dat wist ik niet. Maar nu is het weer voor mij... What the fuck moet ik? Oké, juf, jij blijft daar. Ik heb nu een hamer nodig, gok ik. Iets waarmee we die deur kapot kunnen maken. Denk even logisch na, Melvin. Wat heb je daarvoor nodig, is de vraag. Sowieso dat het boven ergens moet. Het is sowieso ergens boven. Dat moet wel bijna. Die hamer heb ik niet meer en ik denk dat ik die hamer nodig heb. Maar voor de rest ligt hier ook echt helemaal niks. Alleen een schep. Zou dat werken? Eens kijken of dit werkt. Boom, 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 bats, bam. Ik gooi gewoon alles er tegenaan en... Oké, dat vergeten we maar even. Dat was niet helemaal de bedoeling. Holy shit. Dan moet hier toch ergens iets zijn. Oké, deze deur. Ah, nee! Ik ben net zo ver! Nee! Nee! Ik ben net zo ver! Lopen! Jezus, wat is dit een kutspel? Holy shit, ik ben net zo ver. Ah, Mola. Wat heb ik nu nodig? Heb ik iets bij mijn eigen nodig of zo? Ik weet het niet. Ik heb iets nodig om dit te gaan fixen. Maar ja, nu heb ik de buurman achter me aan. Oh, dit is zo kut, hè. Dit is zo asociaal, ontzettend moeilijk, moker, kut. Ik heb iets nodig, maar ik weet niet wat. Waar de fuck is de buurman? Ik weet het niet. Oh mijn god, ik vertrouw het hier ook voor gemeten. Nu dit geluid... Zo... Ah! Huh? Wat de... Ah! Wat is... Wat? Nee, doe het niet! Meneer! Rijd hier? Wat? Wat... Wat... Ik ben even helemaal van me apropos. Huh? Ik hoop dat die kamer daar nu nog gewoon open is. Ik ga er gewoon gelijk naartoe. Gewoon als een motherfucker rennen. We openen die deur hier. En die kan niet open. Oh shit. Oh, dit meen. Hopelijk is deze deur toegankelijk. Nee! Hoe komen we hier dan in? Is er een raam dat open kan of zo? Ik weet niet. Kunnen we door ramen heen? Het zijn maar weer... Zie hem staan! Holy fuck, meneer de buurman. Wat doet u nu, zeg? Oh my... Hij zit er wel echt super daar te chillen. Yo, dat had ik niet aanzien komen, als ik eerlijk ben. Maar even serieus. Ik weet niet hoe ik binnenkom. Misschien kunnen wij iets hier van... Oh! Ik zou net zeggen, misschien werkt dit of zo. Als je dat inhield, kon je toch gooien. Oh, dat werkt dus ook nog. Oh, hij kan door ramen heen. Oh mijn god. Oké. Buurman is slim genoeg om door fucking ramen heen te gaan. Ja, we zijn binnen. Oké, omhoog. We hebben iets nodig. Ik weet niet wat. En ik ga dood door de haai. Het was natuurlijk waard. Dit is echt een moeilijk spel. Fucking hell, man. Ah! Zo, doe normaal. Zo, ik dacht ik ben weer binnen, maar... Oh my... Oké. Zo, doe normaal. Oké, ik hoor de buurman. Ga open, ga... Oh my... Nee, daar komt hij al. Hier, neem een fucking stoel tegen je kop. Dat werkt niet. Oké, spring, klim. Jezus, wat is dit een ongelukkige kutbende. We zijn weer binnen. Nou, fuck toch een eind op, buurman. Buurman, wat doet u nu? Oké, we gaan het nu weer voorzichtig doen. Ja, fucking eind off. Yeah. Oké, we gaan dit proberen te halen. Ik weet niet of het lukt dat we daarop kunnen staan. Kom op. Ja,
Fucking hell. Ups, ik... Ja, en dan is hij daar. Dit is zo ongelukkige pestpleurisbende. Ik moet iets... Ik ga lezen wat ik nodig heb. Met de sleutel maak je de... Ja, dat heb ik gedaan. Dat dacht ik al. Je pakt de drill... Welke drillboor? Welke fucking drillboor hebben wij nodig? Ja, krijg toch de pestpleuris, Stevensman. Echt. Oh, de drillboor. De drillboor. Oké, stoel weg, stoel weg. Ik... Ah, nee! Nee, nee, hoe the fuck weet je dat? Oké, weet je waar de drillboor is? Oké, we weten dat. Nu moeten we dit doen. Oké, verdieping 2. 2. Wat? Wat? Oké. Oh. Ja, het is Alpha. Hè? We mogen er eigenlijk niet op zeuren. Maar ik heb nog nooit een persoon dwars door een lift heen zien gaan, hoor. Nou, fucking hell. Nou, echt, is hij daar, hoor. Is hij daar. Lopen. Lopen, oké. Even denken. Hij heeft nu schoonmaakspullen beet. We moeten proberen in die kamer boven te komen, dat weten we nu. Hoe de fuck gaan we dat doen? Waar is hij überhaupt? Waar is mijn buurman, jongens? Ik zie mijn buurman niet. Ik dacht toch echt dat hij achter ons aan ging zitten. Buurman, waar ben je? Oh, hij zit... Dit is onze kans. Hij zit vast. Onze buurman zit vast. Oh mijn god, dit nu wordt het hem. Nu ga ik dit doen. Kijk, deze gaat uit. En we laten hem lekker vastzitten in die kutlift. Oké, dit is gewoon heel fijn. Hoeveel stoelen heb jij? Die vent heeft echt een miljard miljoenen stoelen, man. Ik bedank jullie voor het kijken. Druk op het blauwe duimpje omhoog als je genoten hebt. En fucking hell! Waarom moet dit crashen?